Ik ben Max Kouwenhoven. En ik ben Tjalling Haije. En wij zijn winnaars van de KNAW onderwijsprijs in de categorie Natuur en Techniek. Met ons profielwerkstuk Supergeleiding. En wij zitten op het college Haagveld. Let's go, yo! Trying to convince me that I'm running on empty, trying to convince themselves that the record with Jay was a fluke, that the record that I'm making is a mistake, and I can't take this. Let me tell you where I'm at with this. You bastards are gonna have to take back that shit. I'm not plastic and fake. When I make tracks, I take facts and lay them out for the masses. You assholes are gonna see. Voor de kijker even, ik ben Sjoerd Offerhouse. Ik heb deze beide heren begeleid bij het profielwerkstuk over supergeleiding. En ik was ontzettend enthousiast over hun keuze, wat ook een heel fundamenteel onderwerp is, waar ze zich helemaal in verdiept hebben. De vasthoudendheid waarmee ze doorgegaan zijn en het eindresultaat waar ik zelf nog een heleboel van heb kunnen leren. Ontzettend leuk. Ik heb er zelf van genoten en ik merkte dat zij er ook van genoten hebben. En dat vind ik eigenlijk nog wel het leukste. Maar misschien willen ze zelf even uitleggen waar het precies over gaat. Jongens, het woord is voor jullie. In een geleider gekoppeld aan een spanningsbron stromen elektronen van de min naar de plus. Als de elektronen door de geleider stromen, botsen ze tegen de trillende atomen van een geleider. Dit noemen we weerstand. Rond 1900 ontdekte men dat rond de 10 Kelvin de weerstand opeens naar nul zakte. Hier hebben we te maken met supergeleiding. Bij supergeleiding trekt een stromend elektron de atomen van de geleider naar zich toe, waardoor een plaatselijk positief geladen gebied ontstaat. Dit gebied trekt weer een ander elektron aan en deze twee vormen zo een koepelpaar. Het koepelpaar kan tussen de trillende atomen door zonder te botsen en dus zonder weerstand. Maar wat kunnen we nu met dit natuurkundige verschijnsel? Met supergeleide materialen gaat er 0% verloren aan weerstand. Nu lukt dit alleen nog maar bij ongeveer 150 Kelvin. Hoe kunnen de supergeleiders dus verbeteren dat ze ook bij kamertemperatuur werken? Nou, we hebben dit onderzocht en het antwoord is simpel, namelijk rode wijn.